Nou, mijn oom en tante woonden in de Bijlmer, dus als kind ging ik daar al heen. Toen hoorde ik denk ik voor het eerst. Ik denk tijdens aardrijkskundeles, ergens in de tweede of zo. Dus dan, ja. Ik moet denken aan de Bijlmerramp. In eerste instantie de Bijlmerramp, denk ik, ja. En de bijenraad vormen. De bijen, weet je wel, die vormen? Daar moet ik aan denken, die rijen huizen en het groen. Ja, ik wist daar gewoon niks van totdat ik dat boek van Murat Isik las. Wees onzichtbaar. Dat boek schetst een heel mooi beeld van de Bijlmer. Hoe het concreet was om gewoon klein jongetje te zijn en op te groeien in die wijk. Ik wist überhaupt niet dat het bestond tot ik op een dag in de Bijlmer was. En toen waren ze daar op straat flyers aan het uitdelen in het winkelcentrum voor de Miss Bijlmer-verkiezing. En het waren best wel knappe dames ook, dus het was echt wel leuk om naar te kijken. Galerijflats, veel verschillende culturen, Amsterdam Zuidoost. Miss Bijlmer? Nee. En dus die reputatie die de Bijlmer heeft opgebouwd in Amsterdam en ik denk ook wel in de rest van de wereld, in ieder geval in de rest van Nederland, die is natuurlijk ook wel ten dele waar en ergens wel op gestoeld. Als je dat boek leest, dan realiseer je dat. Ik zat heel lang in lijn 54 op weg naar school. En dan de rollen van de deuren. Bijlmer. Oh, you don't want to know. Can I say, really? Yes, everything. Is this for school? No. Yes, for school. Oh, no, then I can say. Is there any neighborhoods in Amsterdam that's dangerous? Like, for like a traveler, tourist, whatever. Is there anything that, any areas that people should avoid? I keep hearing Bijlmer. I keep hearing this. Yeah. Bijlmer, Bijlmer. But like it seems to be divided. People saying that it's not really dangerous, that it used to be, but now it's not really true. So, do you think if I go there now and if I film and talk to people, do you think there's a problem with that? Actually, Somebody else, yeah. I think it will be a problem. Film and then ask people that done that. I think they're gonna be angry and maybe yeah. hit you. They're gonna be angry. Yeah. Very angry. Okay. They're gonna hit you. They're gonna. Attack you. Half Nederland denkt bij de Bijlmer nog aan het Bijlmer van de jaren 80. Terwijl het is niet meer de jaren 80. Hoezo zit dat stigma zo diep geworteld bij sommige mensen? Of beter, waarom zit het stigma zo vastgekleefd aan de Bijlmer? Het is juist dat er een x-aantal schietincidenten hebben plaatsgevonden sinds het begin van dit jaar. Maar het is niet waar dat het gevaarlijker is dan Amsterdam-Zuid. Do you have any advice, any like things I should do or should not do in the Bijlmer? Try to keep it a little bit low. Don't let yourself be suspicious. Try to Don't be like, just film like. Yeah, so just keep it Yeah. calm. Yeah. Film-wise, I wouldn't really recommend to film the streets because somebody. Tien pankas in de mutte is de baas. In de mutte, tien pankgrutte, tien pankas in de mutte is de baas. Welkom in de Bijlmermeer. In a millimeter.
In 1933 gingen een groep architecten aan boord van een schip en zeilden van Marseille naar Athene. Aan boord waren verschillende van 's werelds beroemdste modernistische architecten en kunstenaars. De cruise was het decor voor het Internationaal Congres of Modern Architecture, algemeen bekend onder de Franse afkorting CAM. Het onderwerp van dit bijzondere congres was stadsplanning. De leden van CAM vonden de steden te druk, lawaaierig, vervuild en chaotisch. Ze vonden dat deze problemen konden opgelost worden door de functies van de stad op te splitsen in afzonderlijke zones voor wonen, werken, recreëren en verkeer. De woonruimtes zouden in hoogbouw komen, zodat de begane grond open was voor recreatie en collectieve ruimtes. Leef in de lucht, speel op de grond. Auto's zouden zelfs op verhoogde wegen rijden, zodat voetgangers de ruimte eronder helemaal voor zichzelf zouden hebben. De wederopbouw die volgde op de Tweede Wereldoorlog bood een kans om opnieuw te beginnen. Na de oorlog werden ontwikkelingen over de hele wereld gebouwd met modernistische principes van CIM in het achterhoofd. Veel steden namen een deel van de ideeën over en verlieten andere. Maar de stadsplanners van Amsterdam wilden verder gaan. Ze besloten een nieuwe wijk te bouwen dicht bij Amsterdam, die een CIM-blauwdruk zou zijn. Een perfecte inkapseling van modernistische principes. Het zogeheten Bijlmermeer-team werd opgericht met als hoofdontwerper Siegfried Nassoet. Er werd een landelijk gebied gevonden een paar kilometer buiten de stad, rondom een meer, het Bijlmermeer. Je moet je dus voorstellen dat er op een gegeven moment was er dus een soort van zandvlakte. En daar verschenen dan van die hele grote buizen verschenen erop. En die buizen die spoten allemaal water en zand. Waar nog de wind het stof verstuift over het kale land. Waar nou de bulldozer nog schuift door een woestijn van zand. Daar zal straks stoer en nieuwerwets een trotse wijk verrijzen. Met grote grijze torenflats, nog mooier dan paleizen. En ik kijk uit mijn vensterraam op het gewemel neer, met op mijn lippen deze naam, Bijlmermeer, Bijlmermeer. De flats gingen geplaatst worden in een soort zeshoekige vorm. Hierdoor kreeg elk appartement ongeveer evenveel zon per dag. De lucht was om te wonen en de grond was om samen te komen. Er was niks meer overgebleven van de vooroorlogse woningprincipes. Het was dé wijk voor de moderne mens. De enkele oude huizen die er nog staan contrasteren sterk met de stad in wording die men komend uit de richting Amsterdam via nieuw aangelegde moderne verkeerswegen binnenrijdt. En ja, we reden zo door bus, met bus 55 was dat toen, dacht ik. Ik meen dat het bus 55 was. En dan reed je door het landschap en dan zag je van die spuitende slangen. En een hele grote open zandvlaktes. En heel in de verte zag je dan van die eerste flats die gebouwd werden. Dat waren Hagenveld, Hoogoord en dat soort flats achterin. Ik dacht echt, wat gaat er hier gebeuren? Wat is dit? Amsterdam, Bijlmermeer. Stad in hoog- en laagbouw. Woning met woning. Stad gebouwd voor de toekomst. Ik vond het fantastisch. Ik bedoel, die huizen zijn aan de binnenkant huge ass groot. Ik heb het echt over
ruimte zoals je dat in de stad niet vond? Nou, het was op dat moment natuurlijk geweldig. Want ik kwam uit een woning uit de Pijp van Amsterdam. Dus een kleine woning. Nou, en hier kregen we zo'n woonkamer met z'n tweeën. He, alles natuurlijk grandioos, een groot balkon. En groen. Met allemaal tussen die flats van die basketbalveldjes en heuveltjes. En mensen konden, als ze thuis waren, recreëren bij hun in de buurt. Het vervelende was, er waren geen winkels, weet je wat ik bedoel. Er was geen gezellig bruin café om de hoek. Weet je, dus het was een soort slaapstad. Veel gezinnen waren boos en verontwaardigd. De wachtlijst voor een woning in de Bijlmer verdween heel snel. Ineens zag iedereen in dat dit hele gedoe met beton een verschrikking was. Tegen het begin van de jaren 70 keerde een groot deel van de wereld zich al tegen de massieve betonnen woontorens, waar modernisten zo om hadden gesmeekt. Maar de bouw van de Bijlmer ging onverschrokken door en er kwamen steeds meer betonnen flats bij. Er was geen houden aan. Elke flat met ruim 400 woningen. De aannemers hadden contracten voor jaren en jaren onafgebroken bouwen en dat deden ze gewoon. In het begin waren het er een paar, 4, 5. Na een aantal jaar flink doorgebouwd te hebben, waren het er 31. Er was zoveel ruimte en niet genoeg mensen om het mee te vullen of te bewaken. Het hele project was ook veel duurder geworden dan ze hadden gedacht, dus de prijzen van de woningen stegen drastisch. Ja, dat was een probleem, want dat had natuurlijk wel geld gekost. Om dat te bouwen. En nu stond het leeg, want die mensen die zich dat konden veroorloven, die gingen naar Almere. Lekker voor dat bedrag van 700, 800 euro. Had je lekker een huis met 3 verdiepingen en een tuin en van alles en nog wat. Dus die mensen die dachten van nou, nooit van zo lang zal ze leven dat we hier naartoe gaan. Snap je? Precies toen de leegstand op zijn top was, gebeurde er iets aan de andere kant van de oceaan. Suriname zou onafhankelijk worden en ervoor zorgen dat er in 1975 meer dan 100.000 mensen naar Nederland kwamen. Vliegtuigen uit Paramaribo brengen vele malen per week rijksgenoten uit het warme Suriname naar het langzamerhand killer wordende Nederland. De volwassenen, moe van de lange vlucht, hebben nauwelijks aandacht voor het voorbijflitsende landschap. Dat ze door de Bijlmer rijden, ontgaat de meesten volkomen. En een hele hoop Surinamers die kwamen hier naartoe. Onder zeer erbarmelijke omstandigheden moesten ze dan wonen in pensions en zo. Op de kop van de Zeedijk en op andere plekken. Helemaal niet lekker, helemaal niet goed. Omdat woonruimte in Amsterdam schaars was, werden de appartementencomplexen van de Bijlmer met hun vele leegstand een aantrekkelijk alternatief. Sommige woningcorporaties echter, die gebouwen in de Bijlmer beheerden, hadden regels ingesteld die het aantal Surinaamse Nederlanders die ze als huurder wilden nemen, beperkte. Maar toen eenmaal de leegstand kwam, toen werd er gekraakt natuurlijk. En daar kwam natuurlijk van alles binnen. En kraken werd toen geassocieerd met van die oude huizen die leegstaan. Weet je, maar dit was een nieuwbouwwijk. En je moet weten dat de Nederlandse wetgeving zegt dat op het moment dat jij een leegstaand, toen op dat moment was dat zo in ieder geval, ik weet niet of het nog zo is, maar als jij dus een woning kraakt en je zet er een stoel in, dan is vanaf dat moment, kan de politie je er niet zomaar mee uithalen. Dan hebben ze een civiele procedure nodig om jou uit dat pand te krijgen. En die civiele procedure duurde soms 5 tot 7 jaar. Ja. Just had zelf een woning in de Bijlmer en hij had een andere woning die ernaast zat, die had hij ook gekraakt en had hij de muur weggeslagen. En dan had hij dus een soort enorme wachtkamer waar allerlei mensen zaten met een slot, want hij had ook precies doorgegeven welk slot je moest kopen. En dan werd het donker, het gebeurde meestal in de zomer. Werd het zo donker tegen 11:00. Nou, dan ging je met 3, 4 man de lift in. Vaak waren dat de hogere verdiepingen, dus zeg maar 8e, 9e verdieping.
Ja, dan ging die deur open. Eén man links van de galerij en andere man rechts. Weet je wat ik bedoel? En dan ging iemand met een breekijzer. Je had van die ramen in de Bijlmer. Zo, laten we zeggen dat dit de Bijlmer was. Dan had je bij de keuken had je een raam. En dat raam ging zo open. Dus dan ging dat breekijzer ging hierin. Wipte je hem open. Hup, broekriem naar beneden. Met een lus om die hendel. Hendel omhoog. Dan ging dat raam ging naar binnen open. Sprong iemand erin. En daar waren ze zo geroutineerd in dat ze binnen 5 minuten zat er een nieuw slot in. Nou, 2 tellen daarna was de stoel die meegenomen was en die bij de lift stond, die stond erin. En vanaf dat moment, civiele procedure. ja, Just die had het helemaal bekeken. Beneden in de flat, daar had je allemaal de fietsenstallingen. Dat noemden we boksen. En daar verbleven natuurlijk een heleboel junks. Die sliepen daar. En in de binnenstraten, daar werd natuurlijk ondertussen ook allemaal drugs gebruikt. In de trappenhuizen die je daar had, daar zaten ze ook allemaal. Dus elke keer als je wegging, je liep ook al tegen, stel ik je junks aan. En die jongens die hadden wel de overmacht hier. En dan kon je wel de politie bellen, er zitten jongens, maar ja, de politie kwam niet. En dat heb ik op een gegeven moment, toen zat ik op de tram nog. En ik kom 's avonds thuis. En ik naast ons was het trappenhuis. En, maar ja, ik liep altijd met een tas met geld en tramkaarten toen die tijd. En ik was zo kwaad dat al die jongens die weer zaten. Dus ik ben naar binnen gegaan, ik heb een oud zwaard gepakt en ik ben achter ze aangehold. Ik zei, oprotten hier allemaal, op. Nou ja, naar de hand kwam de politie natuurlijk en nou ja, toen moest ik in principe werk gewaarschuwd, omdat ik met een groot wapen liep. Nou ja, de jongens waren natuurlijk allemaal weer verdwenen. Dus wat kreeg je? Je kreeg Surinaamse gezinnen. En Surinaamse gezinnen, die bestaan niet uit een moeder, een vader en 2 kinderen. Die bestaan uit 8 kinderen. En een Nederlands gezin die gaat douchen. Die gaat 1 keer per dag douchen en doet daar 10 minuten over. Een Suriname gaat met 8 man een half uur onder de douche staan. Niet 8 man tegelijk, maar 1 voor 1. Nou, dat is heel veel water. En dat is heel veel. En dus wat krijg je op een gegeven moment? Kreeg je echt dat de huizen, die flats, gingen dus precies waar de douche stond, gingen ze scheuren. Want je kreeg dat het beton, kon het water niet meer aan. Dus dat ging daar, ging het mis. Weet je wat ik bedoel? Dat we s'avonds natuurlijk open waren. En we zijn druk bezig, disjockey aan het draaien, mensen. En er zitten wat Antillianen in de hoekie. En er komt de gozer binnen. Pistool. Pak, pak, pak. Maar we wisten natuurlijk niet wat er gebeurde, dus rennen. En ja, de politie bellen en erop. Nou ja, ambulance erbij. Dat gebeurde ook wel natuurlijk. Maar geloof me, er zijn nog heel veel witte mensen die hier wonen.
Het overgrote gedeelte van de bevolking van de Bijlmer is nog steeds wit. Ja. Mensen, omdat het manifest is. Wij Surinamers, Antillianen, we zijn manifest. Als het mooi weer is, komen we massaal naar buiten. Je ziet ons. Maar dat betekent niet dat we je ziet ons buiten als je in de bus rijdt of langs rijdt, dan zie je de Bijlmer in zwart. Maar als je al die mensen die in die flats wonen naar buiten zouden komen, zou je zien dat de witte mensen nog steeds de meerderheid vormen. En dan geloof ik de Surinamers en dan de Afrikanen en dan de rest. But it's a beautiful place to live, echt waar. Dus ik heb eigenlijk in al die jaren, moet ik toch wel zeggen, heel fantastisch gewoond hier. En ik voelde me ook nooit echt onveilig. Maar dat kwam ook natuurlijk doordat je natuurlijk een beetje stoer was. Dat leerde je hier wel. Je bent een soort kuifje in de Bijlmer. Ja. Zag ik Thomas met een fotocamera op zijn rug lopen met een statief. En toen riep ik, God, ik zeg, wat ben je doen? Ik zeg, maak even een foto van ons met z'n tweeën. En toen zei Thomas, ja hoor, geen probleem. En toen heb hij een foto van ons gemaakt. En toen vertelde hij dat hij dus met een project bezig was over Amsterdam Zuidoost, over de Bijlmer. En toen zei oma Cor, dan moet je bij Willem wezen, want die weet veel meer dan ik. Want oma Cor woont hier pas 23 jaar. En zodoende. Toen heb ik mijn telefoonnummer afgegeven. En zodoende hebben we elkaar leren kennen. Dus dat is een vriendelijke jongen. Hij gaat het maken in zijn leven. En dat krijgen we over 20 jaar te zien op de tv. Je weet nooit hoe het spel met je rol. Yeah, yeah. Love you.